internetsvrienden, daar was ik weer. Ik ben net ongeveer 10 seconden wakker. Ik dacht, ik begin even een vlog. Nou kijk ik in het scherm. Tyfus. Dus even plan de champagne. Wat ik nu ga doen. Zelf even oplappen. Eten. Of course. Dan naar Schiphol, want ik ga het fucking leuk doen. Sorry, dat is trouwens mijn gordijn. Ik heb niet echt een gordijn. Daarom hangt daar ook, zeg maar, een picknickkleed. Ik heb mezelf even toonbaar gemaakt, relatief gezien. Ik ga nu even Uber bestellen en dan naar Schiphol. Goed verhaal, lekker kort. Ik dacht dus bij mezelf, ook pak gewoon eventjes de bus, dat is veel sneller. Maar nu sta ik hier dus ergens in Rivierenbuurt. Ik heb geen idee waar die bus gaat, dus ik heb nu toch even een Uber besteld. Jongens, jullie moeten even hallo zeggen voor mijn vlog. Even hallo voor mijn vlog. Hij stelt niet eens scherp, ik ben hier zo niet goed in. En nu film ik. Ga ik hem openen? Ja. Welkom allemaal bij de nieuwe vlog van Sophie Milzink. We gaan 24 uur in de pizza. Hey! Nou snap ik waarom je sales manager bent. Ja, ik wil even wat vertellen. Manon zegt net via de app, ja ik ben mijn paswoord vergeten, ik kan niet mee. Ja, staat ze ineens hier. Ik heb ze gewoon even in de zijk genomen. Ik denk, ah, gaat ze eindelijk niet mee, nu is ze er toch. Ik zou het echt wel weer een grap vinden als nu zeg maar ineens een soort camera crew komt en die zegt dan, ja je zit allemaal een ex on the beach. Oh, die komt ook allemaal. Oeh, dit is wel echt leuk. We gaan nog een keer. Oh, mijn rug. Ze moeten wel andere muziek aanzetten hoor. Ah! Ze willen vragen om de AUX-kabel. Jan. Damn. Wat heb je schat? Ja, ik word hier helemaal beroerd van. Het is zo warm. Lekker. Mijn haar staat ook gelijk omhoog ja, van de rood wordt lekker uit. Snap je? Nou ja, haar zit prachtig hoor. Wat? Ik neem even je vlog over. Nou, we zijn dus hier. Ook. Ja, je moet in. We zijn dus hier aangekomen op het airport van Ibiza. Ik ben hier 2 weken geleden nog geweest. Echt waar? Ja. Heerlijk. Nick. Psst. Staat mijn gul niet open? Even kijken. Nee, hij is dicht, schat. Helemaal dicht. Dit is de party. Het is fucking gezellig met jou. Kijk, je gaat helemaal los. Woe! Kijk, kijk. Jullie zijn het feestje, jongens. Laten we kijken of we dronken kunnen worden van sangria. Kan dat? Hey. Komt-ie! We filmen nu een clip voor Polska en zoals je kan zien staat hij daar echt een boom te rijden. En hij loopt daar met een ronde trui. Lau's getting ready. Dus net schoolkamp dit. Niet echt ruimte om ons klaar te maken, dus we nog hier. Het is net schoolkamp. Iedereen is aan het haren stijlen. Alfredo heeft mijn haar gekruld. Ik vind het wel tof zo. En we zijn hier in Ibiza stad en ik ben met deze mooie dame. Wat is het? Give me bonane, one bonane. Give me bonane, me one bonane. You want me one. You want me one. Give me bonane, one bonane. Give me bonane, me one bonane. You want me one. You want me one? Excited, you get the y'all excited. Ooh, excited, you get the y'all excited. I want me say, it's my cocky your pussy, my big cock cock inna your pussy. It's my cocky your pussy, is gonna make a baby. Het is weer mooi geweest, stem op. Ja, het is klaar voor vandaag. Goed geregeld allemaal. Dankjewel jongens. Super. Doe even je shout-out naar New York Pizza. Shout-out New York Pizza, 24 uur Ibiza. Shout-out naar New York Pizza. Dat is echt heel goed. Ik wil niet zeggen dat ik dit shirt gekregen heb. Ik heb het gewoon meegenomen. Ook meegenomen in de tas. Nou, fantastisch. Kijk, wanneer je dacht dat je de enige was die skeer was, zijn hier gewoon letterlijk nog 2 boys die ook gewoon geclaimd hebben. Lekker. Alles over mij. Hij heeft ook een shirt gejat. Hij heeft alles over jou. Kijk wat hij kijkt. Ik doe het ook. Hij had net ook dat ene. Hij kan een goede handstand. Moet je even opletten, hè? Nee. Kom op. Kijk. Kan ik ook? Balance. Balance. Jongens, dat kan ik ook. Kijk eens, balance. Maar kan je dan ook de worm erachteraan? Balance, balance, balance. Wat zeg je dan allemaal? Balance. Deze jongens willen even knuffelen hoor. Even knuffelen, hallo jongetje. Ze hebben over de boeg. Weten jullie dat Laura Ponticorvo heel bekend is? Dat ruikt wel lekker naar arbeid. Het ruikt zo naar arbeid, jongen. Dat is echt niet normaal hoor. Doe het maar even zo. Kan jullie goed kunnen zien wat ik doe? Je dot het gewoon op je gezicht. En vooral niet zachtjes doen. Kim Kardashian look. Dat is wat Kim Kardashian altijd doet. Dus ze doet het gewoon erin en dan erop. Of je bent Manon Teelstra en je gaat een nacht naar Ibiza en je ziet er nog steeds zo goed uit. Zullen we even een videoclip maken? Kun je even dansen? Ik ben er zojuist achter gekomen dat ik niet hoorcollege heb, maar werkgroep. Nee, andersom. Dat houdt in dat ik morgen niet naar school hoef, maar gewoon lekker kan slapen. Sophie, spelspsychologie. PS, Griekse I, CHOLI, de wacht even. Om en erbij, op stop. En waar de Fox Lucille? Lucille! Groen! Groen! Hola, hola, hola! We're a boy! Oh. Ik haat dat als je de bus moet. Moet je op de bus? Ja. Dit is niet echt gunstig. Ik hou niet van vloggen, want ik zie er gewoon een beetje slecht uit. Ik film ook niet meer mezelf. Ik hou er gewoon mee op met mezelf filmen. Ja, mij ook lekker. We stinken helemaal niet. Dat ruik je toch niet op film, is oké. Doe je ook jou. Zit nu het moment van afscheid nemen? Guys, dat is mooi. Je bent zelf mooi. Oh, dat doet me goed. Nou, ik heb net mezelf gevlogd en mensen die gaan echt denken, what happened to you, girl? Waarom denk je dat ik mijn bril op heb? Ik kan niet meer. Nee, ik ben erbij. Ja. Dag Nick. Oké, guys. Adios, amigos. Adios. Ciao, ciao. Hasta la next semana. Doei. We eindigen onze trip met een romantisch... Ik kon niet eens met mijn woorden. Romantisch diner voor twee. Voor mama. Oeh. Ja, ik heb nu... Oh, echt niet? Nee. Dat zit er al aan gelikt. Heel.